op voor ronde 24 van de voorspelling van. Maar eerst kijken we nog even terug naar de uitslagen van ronde 23. Ja, ik moet het doen. En dat was de ronde voor Jagos Vukovic. Hij begon goed met 3 correcte voorspellingen, daarna ging het fout. Uiteindelijk wist hij 4 duels goed te voorspellen. Hiermee komt hij niet voor op de kaart. Bovenaan nog steeds Erik Pieters en deze week is het de beurt aan de Mexicaan Maza Rodriguez. Nummer 1, FC Utrecht contra Heracles Almelo. Utrecht. Nummer 2, Excelsior contra Willem II. Un empate. Empate. Sí. Pienso que empate, no. Número 3, Heerenveen contra AZ. Gana AZ. Gana AZ. AZ? Ja. Tu amigo Héctor Moreno va a ganar? Pienso que sí. Número 4, FC Groningen contra Rode JC Kerkrade. Rode JC. ADO Den Haag contra Feyenoord. Shit. Den Haag? Den Haag. Está un equipo fuerte, ¿no? Ahorita un equipo fuerte, por ahí. Nos tocó la mala fortuna de perder en el último minuto, pero es un equipo que presiona muy bien. Ok, el próximo. Ajax contra VVV. ¿Es un suerte o está seguro? Estoy seguro. Ok, el próximo. El concurrento más grande, yo pienso. FC Twente contra NEC. Oh. Twente. Próximo, Vitesse contra De Graafschap. Vitesse. Vitesse. Y el último, PSV contra NAC Breda. ¿Seguro? Claro, güey. Seguro. 100%, eh. 100% zeker is de Mexicaan van de voorspelling van zijn eigen team, PSV. Een overwinning thuis op NAC Breda. Kijken we naar de concurrentie, zien we dat FC Twente ook wint. Ajax verliest bij VVV in Venlo. En komt daarmee op een achterstand van 8 punten op de Eindhovenaren. Oh, creo que... 7 voy a tener bien. 7, correcto. Número 1 con Erik Pieters. Oei, oei. No creo. Creo que no. ¿Quieres cambiar un poco o no? No, está bien así, estoy seguro. Está seguro, ok. Sí. Muchas gracias. De nada.